Deze feestavond voor vrijwilligers, maar ook voor Roda-leden. Het is toch wel heel bijzonder dat vanavond een juniorenteam gehuldigd wordt. Dat is niet zomaar. Het is wel een huldiging die meer dan terecht is om vanavond in dit gezelschap te doen op dit podium. Want de jongens van B2 die zijn op 10 mei kampioen geworden. En met 20 wedstrijden gespeeld, 1 keer verloren en 1 keer gelijk. 100 doelpunten voor, 19 tegen. Terechte kampioen, mooie huldiging gehad samen met de omgeving. En de oorkondes waren er niet uitgereikt of we kregen bericht. Ja, over 2 weken bekerfinale, Roda. Wat kunnen jullie voor ons doen? Dus wij in beraad samen met Rood-Geel. Mooie bijdrage geleverd vanuit Rood-Geel en vanuit Roda. Met de bus naar de bekerfinale in Zwolle. Zak B1, 2 vingers in de neus. Ook weer opgerold, 1-0. Waardig kampioen. Dus vervolgens hier vanavond, want in een lege kantine huldigen, dat is niet heel, zo, heel leuk voor die jongens. Dus ik zou willen vragen, B2, kom het podium op. Een groot applaus. Want een aantal van deze jongens die stonden volgens mij 2 jaar geleden met C3 ook al in de bekerfinale. Na een succesvol seizoen. Maar geniet van dit moment, want volgens mij heb je nog nooit voor zo'n volle zaal gestaan. Jullie kennen de procedure, ik noem jullie naam. En kom even naar voren, krijg je een oorkonde uitgereikt. En heb je nog plek boven je bed? We gaan even de oorkondes uitreiken. We beginnen met Stan Albers. Gaan we verder met Jurk de Dali. Amon van Battel. Jochem Duterweert. Jesse Kruiper. Thank you.
dat jij deze mannen voor en het kampioenschap en de weken kunt bezorgen. Dat je het ook nog kunt permitteren om gewoon eventjes bij je tussenuit te gaan. Je weet dat Westen hier dat allemaal regelt. Het schijnt dat Westen hier helemaal niet verloren heeft, want jij denkt, ja. Heel veel succes volgend seizoen met C1. Jongens, geniet van dit moment. Dat is jullie kampioenschap in jullie beker. Groot applaus voor Roda V2.